zijn wereldwijde successen gebleken. Grote productiemaatschappijen in Hollywood staan in de rij om je te vragen voor het regisseren van Amerikaanse zombiefilms. En ook het idee van remakes van je oudere producties wordt regelmatig geopperd. Dat doet toch iets met je? Ja, Bastiaan. Het is vaak moeilijk om het hoofd koel te houden onder alle belangstelling. Gelukkig heb ik natuurlijk in het verleden al vele successen gekend. Vergeet niet dat mijn hoge gebouwen zich ook al in een ruime publieke belangstelling mochten verheugen. Ik ben op die manier dan ook, laat ik zeggen, min of meer gewend geraakt aan hysterische massa's. Die druk wordt je nooit te groot? Ik kan me voorstellen dat met de almaar groeiende belangstelling de vraag naar nieuw en oorspronkelijk werk blijft groeien. Ik hou mezelf altijd voor dat wat ik nu doe direct uitvloeisel is van de activiteit in mijn kindertijd. Door mezelf te blijven herinneren aan die tijd, denk ik een vrijwel onuitputtelijke bron van inspiratie te hebben. Ah, op die manier is het zelfs niet meer nodig om inspiratie te hebben. De eerste stappen zijn reeds lang gezet en je bent nu slechts de uitvoerder. Je stelt het enigszins cru. Maar in grote lijnen heb je gelijk. We gaan terug naar de film.